deze week is hij eindelijk te zien, de prachtige documentaire over S10... waarvoor maakster Linda Hakeboom 2 jaar lang in haar leven gedoken is. Dat het goed blijft gaan met mij. Ik weet eigenlijk heel veel niet meer van toen ik jonger was. S10, leuke naam. Ja. Ook met mijn ziekte destijds. Ze heeft psychiatrische aandoeningen gehad. Extreme angsten, psychoses gehad. Ze zeggen dat je altijd heel ongelukkig kunt zijn om mooie liedjes te maken. Als je dat als zangeres doet, dan kan je ook breken. Als iets heel erg vervelend is, vergeet je het gewoon. Doe je gewoon alsof het niet is. Hoe gaat het nu met je? Ja, het gaat heel goed. Toen dacht ik, dit gaat niet. Dit moet ik gewoon stoppen. Ik heb mezelf wel uiteindelijk gered. Ik ga dit zo lang mogelijk stretchen. Zo lang als ik kan. Dank jullie wel dat jullie hier zijn. Dat het goed blijft gaan met mij. Ja, Linda en S10, welkom nogmaals. Dank je. Gefeliciteerd met de documentaire. Je hebt hem vorige week in een grote bioscoopzaal... hebben jullie hem samen kunnen bekijken. Hoe vond je dat? Best wel leuk, maar ook best wel ongemakkelijk. Ja, zo naar jezelf te kijken. Ja. Maar ik was wel toch wel heel tevreden met jouw werk. Oh, okay. Fijn. Mooi heb jij het gefilmd. Vind je het nu spannend, S10, om het erover te hebben? Over jezelf, over je film? Ja, ik heb het... Om heel eerlijk te zijn heb ik eigenlijk alweer weken best wel veel... dat ik denk, jeetje, nu moet ik dit weer doen. Ja. Maar ik hoop dat het wel voor iets positiefs zorgt. Ja, namelijk wat dan? Het positieve? Ja. Dat iemand een herkenning voelt of dat iemand zich gezien voelt. Ja. En ik vond het met Lin en ook Rolf, die zit hier niet aan tafel... echt heel bijzonder om zo intiem met elkaar te zijn en te filmen... en te lachen en te huilen. Ik vind het zo bijzonder van jou, want daar gaan we het straks nog wel over hebben... dat het kost je best wel wat moeite om kwetsbaar te zijn. Maar je doet het omdat je steeds denkt, wat jij net zegt... aan de mensen voor wie jij misschien wel iets kan betekenen met jouw stem. Heb jij dat ook zo ervaren toen jij S10 aan het volgen was de afgelopen... Nou, je hebt er 2 jaar gevolgd, toen moest je natuurlijk nog even gaan monteren. Nou ja, ik denk dat S10 sowieso wel durft om dat te doen. Alleen als je dat als muzikant doet, als artiest... dan doe je dat op je eigen moment of dan verwerk je het in je muziek... en dan maak je daar je eigen verhaal van... en dan kies je welk deel je wel of niet wil vertellen. Het is natuurlijk wel heel anders als er een documentairecamera achter je aanloopt... en dat ik de hele tijd vragen daarover stel... en dat je dan ineens wordt geconfronteerd met dingen... waar je het misschien helemaal niet per se over wil hebben. Nee. En dat is misschien wel de grootste zoektocht die we samen hebben afgelegd. Dat is een zoektocht die we zien over... hoe jij omgaat met je verleden, wat moet je daar nou mee? Maar wat we ook zien, en laten we daar even mee beginnen... want het ging natuurlijk heel veel over het Songfestival de afgelopen tijd... en wat daar dan allemaal kan gebeuren achter die schermen. Jij werd gefilmd vanaf het moment dat je die kant op zou gaan. Zullen we even kijken naar de hectiek? Ja. Buongiorno, hoe gaat het? Wat blijft wennen voor jou? Dit. Ja? Dit. Of de loper pers. Maar je kunt wel jezelf blijven, ondanks al die rug. Ja. Dus ze zeggen dat je altijd heel ongelukkig moet zijn om mooie liedjes te maken. Dus ik weet het niet. Nee, hoe ben je het? Oh! Dit is wel een beetje technisch voor mij nu, eerlijk gezegd. Ja, S10, we hebben natuurlijk allemaal meegekregen, die druk achter de schermen... bij Joost, we weten nog steeds niet precies wat er gebeurt. Maar kan je je daar wel iets bij voorstellen? Nou ja, ik schaamde mij dus de hele tijd ook best wel dat het in de documentaire zat. Omdat ik steeds dacht, nu gaat iedereen mij weer zo'n zeikert vinden... die het allemaal weer niet aan kan. En precies het weekend voordat de documentaire uitkomt... wordt het ineens wel heel duidelijk. En dat heb ik zeker zo ervaren. Want ook al die cameraploegen... Ja, en vooral gevolgd wordt. Dat, maar ook vooral de mensen die backstage werken... die gewoon heel onprofessioneel omgaan... met hun taken. Kijk, wij in Nederland zijn gewoon heel goed gestroomlijnd in... hier backstage, mensen gaan niet met je op de foto, die ga je niet filmen... of videoboodschappen voor hun nichtjes en neefjes vragen. Maar daar, van cameraman tot degene die je in eerst doet... in ieder geval in Italië, was dat gewoon wel zo. En dat is heel heftig. Ik begreep dat er op een gegeven moment met jou iemand meeliep met een zaklamp... die gewoon in die camera's ging schijnen. Klopt, ja. We hebben gewoon op de avond van de finale een officiële klacht moeten indienen... omdat het gewoon echt niet normaal was. En toen is iemand heel lief met mij meegelopen met een zaklamp... om in iedereen's ogen te schijnen. Ja. Je zei het al, in de documentaire wat een belangrijk... thema is jouw jeugd. Je hebt daar eerder dingen over verteld. Hè? Dat je vanaf je 14e
wel eens in een instelling hebt gezeten, last gehad van depressies en psychoses. En eigenlijk vanaf je 18e ging het een stuk beter met jou. Jij was 21 hè, toen je naar het Songfestival ging, toch? Dat was 3 jaar later. En wat je ook wel zegt is, ik wil daar eigenlijk niet zo naar terug. Maar je besluit in de film toch een therapeut uit die tijd op te zoeken om te praten over hoe het toen met jou ging. Waarom wil je dat? Nou, toen wij begonnen met draaien van de documentaire was ik best wel bezig met dat ik dat wel een plek zou kunnen geven of willen geven. En daar hebben we toen veel gesprekken over gevoerd. En toen hebben we uiteindelijk dat besluit gemaakt dat we dat gingen doen. Alleen ik had daar eigenlijk meteen heel erg spijt van. Het was eigenlijk helemaal niet voor mij. Nee. We gaan even naar. We hebben een beetje. Niet heel erg ingeknipt hoor, maar om een beetje een beeld te geven. Gaan we toch even kijken naar jouw gesprek met de therapeut. Want als ik er naar kijk, zie ik dat helemaal niet. Dus dit gebeurt helemaal natuurlijk bij jou. Ja. Ja. Veel mensen zagen jou als een hele lastige, ingewikkelde puber. En ik heb dat altijd wat minder gehad. Want ik zag je ook heel erg lijden onder de situatie. Ik heb natuurlijk ook wel heel veel daarvoor verdrongen. Mm. En gewoon gedaan alsof het niet is gebeurd. Waardoor ik dus ook heel veel ben echt daadwerkelijk ben vergeten. Ja. Maar is dat slecht? Is dat wel of niet slecht? Heb je er last van? Nee. Ik weet nog wel dat jij het over muziek ging hebben. Mm. En dat was natuurlijk een hele mooie. Omdat dat... Weet je, dat zochten we. Perspectief. Ja, ik luister het ook nog meer. Ik vind het veel te heftig. Hoe voel jij je nu, Steen? Ik zit eigenlijk wel vol. Gaat het? Goed. Ja? Wel even. Ik wil er echt niet meer zijn op die plek. Dus daarom, soms af en toe, dan moest ik ook bijna huilen. Maar dan dacht ik echt, nee, ik kan dan nu niet met jou. Ik kan dan niet met hem zo dat ik moet huilen of zo. Of dat vind ik dan spannend. Ja, jij maakte natuurlijk deze film, Linda. Mm. Vond je het zelf ook moeilijk? Omdat je toch in zo'n film besluit dit te gaan filmen... en dat het eigenlijk voor Steen niet zo goed uitpakt? Ja, het is denk ik als maker ook wel een zoektocht... en ook een grote verantwoordelijkheid. Want je hebt te maken met gesprekken over dingen die van haar zijn... en heel kwetsbaar zijn en gevoelig liggen. En dat wil je op een goede manier doen. Ik denk dat het gelukt is... om dat met elkaar te doen, omdat we er gewoon heel erg veel tijd in hebben gestoken. En niet hebben gedacht van, ach, we doen eens een keer een draaidag hier en daar... en dan vragen we naar je diepste, donkerste gedachten... en dan maken we een edit en zijn we klaar. Dus we hebben er gewoon heel veel gesprek over gehad. Maar dit gesprek hier, ik zag het... Het is heel subtiel, maar ik kende Steen inmiddels wel goed genoeg. Ik zag het gebeuren op haar gezicht. En dat voelt als maker wel... Ik vond het wel echt heel rot. Dat snap ik. Dat wil je niet. Jij zegt... Je vraagt ook aan hem, hè, van... ik stop het weg. Ik wil daar eigenlijk niet meer naartoe. Is dat heel erg? En dan zegt hij van, nou, heb je er last van? Dan zeg je eigenlijk nee. Maar maakt het jou... Vind je het spannend ergens om te zeggen... ik wil er niet naar kijken. Het is er ergens wel, maar ik kies ervoor om er gewoon niet mee bezig te zijn? Nou, ik denk dat het van mij sowieso best wel een bewuste keuze is... om er niet mee bezig te zijn. Omdat ik ook in de jaren daarna gewoon ook een vrouw... aan het worden ben. En ik heb mijn zelfverzekerdheid opgebouwd... door steeds een sprong te wagen... en te zien dat ik weer op mijn voetjes terechtkom. Ja. En ik denk dat ik daarom op mezelf kan vertrouwen... dat ik het leven goed kan leiden. En het is voor mij niet fijn om daar naar terug te gaan. Want maar dat voor, speelt denk me ik niet. Wel voor heel veel mensen... en vooral jongeren die daarnaar kijken denken... die in een rotsituatie zitten van... wauw, ik kan misschien ook Steen worden. Ook al zit ik vandaag toch in zo'n nare positie... Nou ja, dat heb ik wel bij een documentaire van Linda... bij Jet Rebel zelf ook gevoeld. Ja. En dat wil ik niet zelf zeggen, want ik ben niet een soort priester. Ja. Van, look at me. Maar je kan er wel gewoon voor gaan. Ja, en dat is ook wat je zegt hè, in de film. Ik heb het zelf gedaan, ik praat met mezelf. Ik kan dit gewoon zelf doen, ik ga het aan. Ja. Ja, het feit dat je dus ook 3 jaar daarna bij het Songfestival staat... hier nu zit, dit soort dingen, dat zegt nogal wat. Ik wil nog even naar één fragment kijken... want naast dit allemaal ben je ook een soort Pippi Langkous, want je koopt op een gegeven moment een piano. Ik ben er echt bijna. Okay. Heb je? Ja. Hij staat nog niet, hoor. Dus ik kan weer. Wauw, wat een reveal! Ja, gewoon geweldig. Ik ga hier de hele. Ik heb gewoon iets gevonden.
wat ik leuk vind. Dit? Dit is toch een toonladder? Als ik dan iets wil bedenken, dan doe ik gewoon... En dan ga ik kijken of ik het kan vinden op de piano. Dat ik mezelf kan leren spelen op gehoor. Is dat jou gelukt? Nee. Oh. Nee, maar ik moet ook daar eerlijk over zijn, nee. Maar ik heb er wel mee in Avondslijf opgetreden met de piano. Dus een maand dat was nadat heel dit ding leuk, erboven ja, werd getakeld, ja, toch? Ja, zo gaat dat vaak wel een beetje bij mij. Namelijk, hoe gaat wat? Iets bedenken wat eigenlijk helemaal niet voor mogelijk lijkt... en dat het dan toch lukt. Zo werkt dat bij jou. Kan jij dat beamen? Ja, constant is dat wat Stien doet. Het geldt eigenlijk ook voordat we zeiden van... Stien, wat leuk dat je over je documentaire komt. Wil jij dan ook zingen? Je krijgt een soort carte blanche. Toen dachten we, Stien kiest een van de liedjes uit die ze heel leuk vindt. En toen belde je een half uurtje later, zei je... ik hoor net een heel leuk liedje op de radio. Dan ga ik even vertalen. Nou, iets anders. Ik ben een voorstelling aan het maken, een theatervoorstelling. Daar heb ik dit liedje voor vertaald. A Perfect Day to Chase Tornadoes van Jim White. Ja. En dat wilde ik graag voor jullie spelen. Heel graag willen we dat horen. Jij mag naar het podium zien. Oké. Okay. Wat heb jij van Stien, terwijl jij naar het podium loopt... wat is het belangrijkste dat je van Stien geleerd hebt? Je denkt bij artiesten vaak aan grote dingen en optredens... en dat ze daar hun geluk uit halen. Maar Stien is eigenlijk de eerste artiest die ik tegen ben gekomen... die gewoon iedere dag haar geluk uit juist hele kleine dingen haalt. Die kan zielsgelukkig tegen mij vertellen dat ze haar was heeft opgevouwen... en dat ze daar zo blij mee is. Ja, dat is toch heerlijk. Dat is heerlijk. Je hebt een mooie film gemaakt, Linda.